Hey kijkers van dus David Kraft, welkom bij een nieuwe Mind Nation. Weer met Team Cash. David, ben je echt zo origineel? Ik heb hem nodig voor iets, want zij zijn wat verder in de game dan dat ik ben, maar ik moet de game maken. Dus waarom zou ik hun niet vragen? En ja, mijn haar is één grote pluis. Ik heb mijn haar gewassen en nog geen gel erin gedaan. Wende maar even aan. Heren, welkom. Dankjewel. Ja, heel erg mooi. We staan even bij de boot. Het heeft een reden. Ik wil jullie wat laten zien. Wat ik net even gemaakt heb. Ik zit ook op Miakarep momenteel. Dus helemaal niet op mijn eigen account. Dit is mijn OP-account. Hiermee kan ik vliegen en bouwen. Met mijn eigen kan ik dat niet eens. Ik wil jullie iets laten zien aan die kant. Daarvoor moeten we een stukje gaan lopen. Ik heb het al even aan de andere uitgelegd. En ik zie dat Joep er in één keer bij is. Ik heb iets gemaakt wat je in 1 à 2 weken met genoeg mensen zou kunnen maken. En ik wil jullie mening er een beetje over hebben. Dat is het eigenlijk. Dus let's go. We gaan lekker wandelen. Let's go. Hoe is het met jullie? Want ik heb gehoord dat jullie een eigen YouTube-kanaal... Oh, dat faalt. Je kunt op een hekje in de jaren. Een eigen YouTube-kanaal hebben gemaakt om zeg maar spelers en kijkers alvast een beetje dingen te leren. Hoe bevalt dat? Ja, dat groeit eigenlijk insane snel. Ik zag het. Jullie hebben gewoon duizenden weergaven op video's soms. Nu tegen de 950 subs aan of zo. Ja, en binnen een week. En is dat ook voor recruiting bedoeld? Of is het puur voor informatie? Of wil je de YouTube monies? Wat is het idee? Ik denk dat het voor nu eigenlijk nog een extra sneak peek naar de spelers te geven is. Omdat ook onze view van deze game mode te kunnen geven. Ja. En er is al heel erg veel veranderd. Er gaat nog heel erg veel veranderen. En ik denk oprecht ook niet dat jullie een van de weinige groepjes gaan zijn. Want er komen steeds meer groepjes bij. Mensen die zeggen, ja, ik heb 10 man, ik heb 20 man. Wat verwacht je van die mensen? Zien jullie dat een beetje als een soort van concurrent of helemaal niet? Ja, dat ligt vooral aan hoe ze zich gaan gedragen tegenover ons en de rest natuurlijk. Dat is waar. We gaan hier oversteken trouwens. Oh. Ik weet niet of iedereen er al is. Pas. Ja, ik had het al ingeladen, dus ik zag het al. Wat ik heb gemaakt op 4 chunks is een grote muur, bunker. En daarbinnen een beetje op een logische wijze de 3 elementen. Zo moet je het een klein beetje zien, hè, 3. Dus je hebt de blacksmith, je hebt de bomen en je hebt natuurlijk minen en boeren. Dat is 4 in totaal. Bouwer, ja, die doet zijn ding wel. Soldaat heeft ook nog niet echt een eigen plek nodig. Uiteindelijk weet ik al wel wat jullie gaan zeggen van ja, we missen een beetje de persoonlijke huisjes. Klopt. Alleen je moet ervan uitgaan als je met meerdere mensen bent en je hebt dit al voor elkaar, dan kun je waarschijnlijk makkelijk uitbreiden met een paar chunks. Dus dat komt allemaal wel Gucci. Goed, deze stijger heb ik voor de fun erbij gezet. Zijn jullie klaar om naar binnen te gaan? Ja, bijna iedereen is er. Nog niet, want niet iedereen is er. Ah, het duurt lang. Ik vind wel, Rick, en jij, Risk, sorry. Dat jij wel de prijs hebt gewonnen voor de meest originele skin. Je hebt de kleurtjes een beetje gemashed. Is dat betekent dat je niet weet wat je wil worden? Nee, ja, ik weet perfect wat ik wil worden. Ik wil gewoon beter zijn dan hun twee samen. Dus. Oh, oké, goed. Nou, we gaan lekker naar binnen. Let's go. Hebben jullie nagedacht over een ingang? Ik nog niet echt, maar loop even naar binnen, dan zie je het vanzelf wel. Een sluis. Ja, een soort van sluis. En die kun je op heel veel manieren maken natuurlijk. Deze deur kunnen ze lekker dicht houden. En ja, volgens mij kun je hier op geen enkele plek staan zonder dat je een pijl in je bakkers krijgt. Dacht ik zo. Nee, dat is praktisch gezien niet mogelijk. Ik denk dat het heel erg lastig wordt. Eén is waar ik niet over nagedacht heb, is dat ze die deur ook weer dicht kunnen doen. Maar dat zien we dan wel weer. We lopen even lekker naar binnen. En welkom op de koord, jongens. Als je overzicht wil, moet je even hier naar boven lopen, bij de overtjes. En dan kun je makkelijker even op het dak staan. Dan kun je het allemaal een klein beetje zien. Wij hebben onder ons, gaan we zo even kijken, de blacksmith. En ook een soort van chillplekkie. Ook heel veel kisten. Daar hebben we een bomenfarm, dat je niet van die tering hoge bomen hebt, maar gewoon bomen. Dan hebben we hier, volgens mij is dit genoeg voor 1 boer ongeveer, om te farmen. En daar in de hoek, zeg maar, heb je de mijn. En die heb ik expres op een hoek gedaan, zodat je letterlijk alles met een soort kringetje naar beneden kan minen. Eerst dan mijn element, ga ik even bekijken. Eerste gedachte, wat vinden jullie ervan? Ja, georganiseerd. Het ziet er heel overzichtelijk uit. Ja, je raakt je elkaar niet snel kwijt in. En iedereen weet ook wat ze willen. Nee, ik heb de mine niet verder gemaakt, dus dat zal die persoon zelf moeten doen. Ook lekker weer, precies dat dioriet daar. Maar ja, dat is voor jullie geen probleem in ieder geval. Ja, moet lukken. Ja, nou, hier kun je dus inderdaad lekker staan met je pijl en boog en dergelijke. En gewoon lekker schieten en doen, of slaan als ze te dicht in de buurt komen. Want je wil natuurlijk niet die random durps hebben die gewoon je toko binnenlopen en hieruit loggen. Dat is gewoon super vervelend. En dan hier hebben we, even in mijn visie, hoe het eruit zou kunnen zien voor een blacksmith. Heel veel opslag.
ook waar zeg maar de miners en de houtakkers hun hout in kunnen leggen. In de linkerkist bijvoorbeeld. In de rechterkist kan hij zijn spul allemaal doen. Hier een soort van dropper, dat je het hierin kan droppen, dat je nog niet eens hoeft te wachten. Dat ligt dan hierin. En ja, misschien, I don't know, iets met armor of zo. Of dat soort dingen. Ik vind, zo'n man die zit de hele dag bij hetzelfde aanbeeld hier. Dat is toch saai? Dan mag er toch wel een beetje mooi uitzien, of niet? Ja. Of vinden jullie dat je buiten moet werken? Nee, perfect. Nee, totaal niet. Uit. Nou, oventjes en dergelijke, dat hoeft allemaal niet binnen. Wordt allemaal veel te warm. Ook eromheen trouwens kun je overal omheen lopen. Met een soort van, nou, zeg maar, een loopbruggetje. Dat je ook mooi kan kijken of er überhaupt handelaren of vijanden buiten staan. Leek me ook wel heel erg makkelijk. En ik heb nog ruimte over. Dus we hebben hier in het midden zou je nog ruimte kunnen hebben. Je kan de hoogte in natuurlijk. Je kan ook zeggen, we gaan daar nog allemaal dingen bovenop bouwen voor huisjes. Wat mist het? Wat is er goed aan? Zeg het maar. Ik denk eerlijk gezegd dat als er handelaren zijn, dat je beter dan een speciale plek daarvoor kan maken. Dus eigenlijk een soort van een kleine markt misschien buiten. Want dat je niet bijvoorbeeld een soldaat, die dus blijkbaar een handelaar is naar binnen laat. En dat blijkt toch gewoon iemand te zijn met kwade bedoelingen. Ja, dus bij wijze van spreken een vijfde chunk daar ergens aan de zijkant erbij. Helemaal buiten deze muren, zeg maar. En dat daar gewoon doen. Is dat het? Ja, dat denk ik wel. Ik vind het goed. Hoe deed je dit ook weer? Even kijken hoor. En deze. En deze. Dat claimen. En deze. Ja, dat is letterlijk de bedoeling. Mijn punt is, ik zou zeggen jongens, claim hem. En voor mij heb ik ze allemaal geunclaimd. Dus even jullie gaan er gewoon lekker claimen. De test duurt nog, zoals jullie weten, een aantal dagen. Kijk eens even wat jullie voor veranderingen kunnen doen. Of je bepaalde dingen gemist hebt. Want kijkers gaan hier ook naar kijken en denken van, bomen, een blacksmith, een farmpje en een mijn. Ik snap het allemaal wel, maar misschien dat jullie er wel achter komen van, hey, dat is ook wel wat. Plus je kan natuurlijk een video maken met het cadeautje van dus David gekregen. Dat is altijd leuk, toch? Dat is altijd leuk. Verder nog op een aanmerking wat jullie denken van, dat hebben we echt nodig? Een uitkijktoren. Dat gaat, als er veel mensen zijn, wel belangrijk zijn. Omdat overzicht gewoon heel belangrijk gaat zijn. Ja, precies. Ja, zeker. En de reden waarom ik er zo'n hoge muur van heb gemaakt, want je denkt, het is een beetje overdreven dit, het is wel heel erg hoog, is omdat letterlijk daar de boot ligt. Ik weet niet of jullie hem nog kunnen zien, maar ik wel. Ja, precies. Ja, ik ook. Dus dat is, wat is het, 400 blokken en dat is het, als dat al niet minder is. Het is heel dichtbij de spawn. Dus normaal gesproken zou ik het ook überhaupt niet zo ver dichtbij zetten. Dat doe ik gewoon lekker ver af, ergens hoger op en dat soort dingen. Oh ja, en ik had nog een klein dingetje. De heren van Cash, vorig jaar heb ik natuurlijk laten zien dat ze een eigen Wikipedia hebben. Dus een soort, een My Nation Wiki. Daar kunnen jullie gaan kijken hoeveel levels je nodig hebt voor een iron pickaxe, bij wijze van spreken. En wat doet een boer op level 17, dat soort dingetjes. En ik heb toevallig een paar video's van hun gekeken. Dus dit moet je er maar even aan Dark Creator doorgeven. Hij zegt van, wij mogen eigenlijk nog geen invite weggeven. Nou, bij deze wel. Als jullie naar dat YouTube-kanaal van hun gaan, dan gaan ze binnenkort ook een video maken waarop zij nog een alpha en beta invite mogen weggeven. Dus dan weet je dat ook bij deze jongens. Dit tokeltje is van jullie. Er komt een invite aan op jullie kanaal. En ik ben heel benieuwd. Ik ga over een weekje, daar een dag voordat we gaan sluiten, ga ik nog even kijken of hier veranderingen in zijn. En of jullie zoiets hadden gehad van, dit was allemaal niet nodig. En dit hebben we uitgebreid. Of dit hebben we nooit gebruikt. Ik ben heel erg benieuwd naar dat allemaal. Jullie heel veel succes. De kijkers thuis, vergeet de like niet even achter te laten. Nog een paar dagen en we gaan beginnen met, dat noem ik maar eventjes, de massa-invite. Want ik wil eindigen met 150 man ongeveer op de whitelist. We zitten nu op 30 of 40 of zo. Dus er komen nog 100 invites bij. Dat gaat straks met een mega tempo met 5 à 10 per livestream. En misschien dat jij daar wel eentje van bent. Team Cash, heel veel succes. Team Kijkers, heel veel succes met de invite zien te krijgen. Yes. Tot de volgende keer. Later.